Burgemeester Henri Lemferink reageerde vrijdagmiddag op de beschieting van de Shisha Lounge in de Herenstraat in Leiden. Ja, Marrakesh Lounge is beschoten. En dat is voor mij ook aanleiding geweest om café met onmiddellijke ingang voor 14 dagen te sluiten. Dat is een spoedsluiting. En in die 14 dagen gaan we kijken wat we er verder mee gaan doen. De politie die doet natuurlijk in de tussentijd onderzoek, ook over de achtergrond daarvan. Nou, dat is eigenlijk datgene wat er speelt. Dat neem ik hoog op, want het is een gemengde buurt. Er wonen mensen veel in de buurt. Er zijn allerlei bedrijven in de omgeving. Dat willen wij in Leiden niet. Dus dan moeten we snel een eind aan maken. En zo'n sluiting, heeft die dan te maken met de eigenaar van dat pand of van dat bedrijf? Of meer met de omgeving waar het zit? Het café wordt gesloten, dus dat heeft consequenties voor de eigenaar van het bedrijf. Indirect natuurlijk ook voor de eigenaar van het pand. Maar het is vooral bedoeld om te voorkomen dat er op korte termijn zoiets dergelijks weer gebeurt. Kijk, mensen schieten niet zomaar op een pand. Daar zit altijd iets achter. Die sluiting is niet bedoeld als straf voor de eigenaar? Het is bedoeld vooral als bescherming van de omgeving. Dat is de primaire invalshoek. Maar er zit waarschijnlijk iets achter, want anders komen dit soort dingen niet voor. En dat willen we natuurlijk ook wel graag uitzoeken. Ja, de eigenaar is vandaag naar buiten getreden. Die zegt, nou, ik heb echt geen flauw idee wat het zou kunnen zijn. Nou ja, dat kan zijn, maar wij zoeken het liever zelf uit. Die 14 dagen, is dat een termijn waarbinnen u gaat kijken wat er nou precies gebeurd is en wat er eventueel nog verder moet gebeuren? Of mag die daarna gewoon weer open? Ja, vooral dat we gaan kijken of er aanvullende maatregelen nog moeten komen daarbij. Het is niet zo dat die zaak voor altijd gesloten wordt? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Maar het zou kunnen? In theorie. Want het was ook niet de eerste keer, het is volgens mij al de derde keer dat u hem sluit. Ja, de eerste keer vanwege het niet nakomen van allerlei richtlijnen. De tweede keer vanwege het feit dat er forse overtredingen van de coronamaatregelen waren geconstateerd. En nu dit. En de buurt is het ook behoorlijk zat, begrijpen we. Nou ja, dat kan ook meewegen. Is er al iets bekend over de achtergrond of daders? Daar kan ik verder op dit moment niks over zeggen.